Het verhaal van het leven en de dood. Nog één keer uitgelegd. Uit twee goddelijke handen kropen wij mensjes. Zoals bedoeld, bedacht, geliefd, volbracht. Na pinguïns, sijsjes, paarden, salamanders. Om, eenmaal groot geworden, met onze voeten die net hadden leren lopen, te schoppen. Tegen de vingers die ons vormden. Zijn hand stuurde, wees ons, weg. Zodat wij uit vrije wil alsnog antwoorden konden of door mochten gaan met eigenwijs te trappen. Niet om als stokken en blokken sowieso maar te beamen wat de formeerder zeggen zou. Eigenhandig gaf hij zich toen als geschenk. Om leven cadeau te doen, waar het dode won. Mens werd hij, om ons te voelen. Leven met ons te breken. Want wie deelt, die geeft dat wat hij eerder al gemaakt had. De hand, die eens 6 dagen werkte aan een bos, dat hij zelf had geplant, de grond ervoor bouwrijp gemaakt, gespit en gegraven, geschoffeld, liet zich doorboren aan het hout uit datzelfde zijn eigen woud en stierf. Totdat in een handomdraai de dood, die had geloerd op het volle leven, weg werd gemoffeld, gebonjourd uit het graf waar hij eerst lag dood te gaan aan zichzelf, om het leven leven te laten zijn, zoals de maker het ooit beliefde, bedoelde. En nogmaals volbracht, gaf hij zijn geest, die aan zijn hand ons leiden zal, naar open armen, waaruit wij ooit gekropen zijn.